Volgende link gaan we onderrechtstreeks een beetje over de logistieke industrie. Onze Vlaamse minister-president, die heeft verteld over een paar jaar dat de haven van Antwerpen de logistieke draaischijf van Europa moet worden. Rond diezelfde tijd Hollande in Frankrijk beweert dat de haven van de haven de logistieke draaischijf van Europa moet worden. Ik geloof dat Angela Merkel zoiets gezegd heeft over Hamburg en Balkenende zoiets over Rotterdam. Goed bezig. Het enige markt Europa. Maar logistiek natuurlijk, dat is lucratieve business. Ik heb dat aan de lijf ondervonden en daar gaat deze leken over. Bovendien is deze leken mijn cover van het meest gecoverde nummerke aller tijden. En degene die het weten, die moeten zwijgen, want de anderen wel geraaien welk nummertje dat gaat zijn. Je gaat het niet weten, denk ik, en je gaat het ook niet geloven. Dank u wel. Dat is het nummertje Freight Train. Dat is een ragtime nummertje, later... Maar dat is het meest gecoverde nummerke, omdat elke jazzmuzikant die zijn eigen een klein beetje respecteert, die heeft er ooit wel eens een versie van gemokt. Dus, dat is geschreven door Elisabeth Cotton op het moment in 1905, als ze 10 of 11 jaar was. Dat was in een grinneke, dat was op leren gitaar spelen op de gitaar van mijn broer. Kleine methode er rond is, hij speelde dus linkshandig op een rechtse gitaar met twee vingers. Dus hij speelde met een dame speelde dus de plaatsnaren en met je wijsvinger de bassen. Dat moet ik eens proberen. Ja, mijn arrangementje is iets anders. Hier, pakjespost. Maar nee, wees bekend, nooit niet ons. Verdwaart altijd op reportage. Naar landen waar en overzie als journalist van TV. Een tijdje terug is zo'n verjaard. Ik doe naast de kies je kop. Maar een cadeautje deze keer in een pakket met de courier. Naar Bangladesh via Federal Express. Toen daar die verder neemt, hoopte was mijn schat naar Israël. Twitter gestuurd van het hotel, maar deze keer met DHL. Op een vlucht door Tel Aviv zat zij in Tenerife. Tijn van de douche met TNT. Op de traan en de boer mee, terwijl ze losten op de kooi zat mijn schat al in Dubai. Zo ging dat nog Los Angeles, ascending via GLS, met UPS naar Inverness en Piano naar Monaco. Zou een paar dagen thuis, voordat ze terug vertrekt op reis. En gisteren weer dat pakje was door de biepost afgezet. De rekening die was voor mij, een cijfer met een 0 of 3. Als zij de rustige keer voor jouw stukje nieuws niet meer een kalf.